Meneer Mandelmakers, gaat de stekker eruit bij RKC? Nou, ik hoop van niet. Ik hoop niet dat de stekker eruit gaat. We hebben nog tot woensdag de tijd. Dus en dan moeten we nog even afwachten. Ja, dus is het zo? Is het zo dat er nog twee scenario's zijn? Of de gemeente komt over de brug, of het is einde verhaal RKC Waalwijk? Ja, klopt. Wij hopen echt dat de gemeente zich toch de laatste stap nog gaat zetten. Wij hebben eigenlijk alle stappen gedaan. Dus ik verwacht wel. Ik hoop echt dat de gemeente dat echt gaat doen. Kunt u zich voorstellen dat de gemeente Waalwijk zegt van nou, het is niet de eerste keer dat de RKC aanklopt. Het is genoeg. We hebben een stap gezet naar 450.000 euro. En dat is het en niet meer dan dat. Dat klopt, maar dat lag natuurlijk niet aan onze verantwoording. En wij vragen natuurlijk, wij komen met een reddingsplan. En in dat reddingsplan vragen wij toch om die in plaats van 600.000 euro naar 300.000 euro te gaan. Ja, wij kunnen niet anders. Kijk, wij doen dit niet om te zeggen van, hey, dat moet. Nee, wij vragen om de mogelijkheden voor het reddingsplan dat RKC, dat de gemeente het wel doet. En zo niet, dan is het einde verhaal. Dan zou het einde verhaal betekenen. En dat zou verschrikkelijk zijn voor de mensen van RKC. Voor alle mensen die te werken, voor trainers, iedereen, directie. En natuurlijk het allerbelangrijkste, de supporters. Ik hoop dat de gemeente echt... Ik kom maandag of uiterlijk dinsdag mijn belt. En als de gemeente mij maandag niet zou bellen, al belt hij in het weekend heel graag. Dan zou ik het zeker dinsdagmorgen weer een keer proberen. Om toch te zorgen, zeg maar, in principe met RKC, met de directie, met Erik Berkel, dat we weer met z'n allen aan de tafel zitten. En dat we toch dan toch proberen het voor elkaar te krijgen dat ze die stap maken.